gebeurt regelmatig in Amerika, dat er ineens uit het niets een gigantisch gat ontstaat in de grond. 2 weken geleden nog verdwenen 8 peperdure Corvettes in de diepte. Het wordt allemaal vastgelegd door een beveiligingscamera. Maar hoe ontstaan dit soort sinkholes nou eigenlijk? Correspondent Erik Moutaan zocht het uit. Een gigantisch gat in de grond in een automuseum. In ingezakte huizen en hotels. De aarde opent zich regelmatig in de VS. Dit is video van zo'n verzakking, in dit geval in een meer. Een rij bomen wordt verzwolgen door de aarde. Het bizarre natuurfenomeen levert niet alleen veel schade op, maar eist ook levens. Jeff Bush stierf hier. Hij woonde in het huis dat hierachter stond. En midden in de nacht opende de grond zich onder hem in zijn slaapkamer. Met bed en al verdween hij zo diep de grond in dat zijn lichaam niet eens meer is teruggevonden. I felt sorry for the guy who went down in there. He was alive. That's a heck of a way to go. De buurman is verteld dat zijn huis veilig is, maar hij vertrouwt het maar niks. Ready to go anytime. Who knows? It can happen anytime, you know? De ondergrond van staten als Florida bestaat uit poreus kalksteen waar water doorheen stroomt. De kalksteen verpulvert, zinkt in en neemt grondlagen en bebouwing mee. Moet je je voorstellen dat je de grond onder je voeten niet meer kan vertrouwen? De familie Carrasco blijkt op zo'n sinkhole te wonen. Het begon met een scheurtje in een vloertegel en het leidt tot dit. Cement en niet een klein beetje ook wordt gepompt op 20 meter diepte onder het huis. Want uit metingen en proefboringen blijkt dat de ondergrond het langzaam begeeft. Apparently there was this huge hole under your home because it took 4 cement trucks. 4 cement trucks today, 4 or 5 yesterday. It kind of makes me feel uneasy that that whole hole is down there, but now I feel a little bit better. I feel at least stable. I feel comfortable. Maar waar de een bang is voor sinkholes, ziet de ander een uitdaging. Jared Jablonski duikt in die met water gevulde spelonken. En hij heeft op 200 meter diep in de aarde een rivier gevonden, 11 kilometer lang, onder Florida. Huge chasms and big rooms, and we get to float through them or be pulled through them with underwater propulsion vehicles. It's really a magical kind of experience. Magisch voor hem, niet voor de mensen die gered worden uit sinkholes. Erik Mouten, RTL Nieuws, Florida.